Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 31 juli 2015. Dit is het bulletin van vrijdag. De website ham-dmr.nl meldt dat er nieuwe informatie beschikbaar is over de DV4 mini-dongel. Deze USB-stick bevat een hotspot voor meerdere digitale modulatiesoorten. De software, geschikt voor zowel Windows als Linux, is open source. Standaard ondersteunt de software nu al D-Star en DMR, terwijl System Fusion in ontwikkeling is en ook APCO P25 genoemd wordt. Opmerkelijk is dat men claimt dat meerdere sticks per PC mogelijk zijn voor gebruik op meerdere frequenties of voor gemengd bedrijf van zowel D-Star als DMR. Opmerkelijk omdat tweemaal hetzelfde IP-nummer op het netwerk in het verleden bij D-Star wel eens voor grote problemen heeft gezorgd. We melden dit al eerder. Op de site hobbyscope.nl stellen de beheerders van de repeatersystemen zich voor. Wie wil weten hoe bijvoorbeeld PA3PM of PE1CHL eruit ziet, kan nu op de site terecht. Daarnaast is er een rubriek met weetjes over de repeaters onder de titel Wist je dat? Al op hobbyscope.nl dus. De Belgische privacycommissie waarschuwt voor het zogenaamde wifi-tracking. Dit gebeurt met name bij winkels. Die slaan de MAC-adressen van de telefoons van mensen die de winkel passeren en die binnenkomen op. En volgen op die manier soms ook de route die je door de winkel aflegt. Ook weten ze zo bijvoorbeeld hoeveel mensen er op een bepaald moment in de winkel aanwezig zijn. En ze weten ook wie hoe lang voor de etalage blijft kijken, ook als de winkel dicht is. Sommige winkels in Nederland plaatsen een sticker bij de deur of op het raam dat wifi-tracking bij hen wordt toegepast. De Belgische privacycommissie vindt dat klanten de gelegenheid van opt-out moeten krijgen bij het gebruik van dit soort technieken. Overigens is het al verplicht om vooraf toestemming te vragen om mensen in je winkel via hun smartphone reclameboodschappen te sturen. Iets wat volgens het artikel op security.nl ook vaak niet gebeurt. Ja, en bij gebrek aan heel veel nieuws over de zendhobby, nog een privacyartikel. De site webwereld.nl wijst erop dat dataverzamelaars profielen kunnen opstellen op basis van de manier waarop je typt. Verschillende grote sites zouden dit soort databases al stiekem bijhouden, waarbij ze dus weten als je eerder op de site geweest bent en waar je toen op gezocht hebt, simpelweg op basis van de manier waarop je de toetsen op het toetsenbord raakt. De methode wordt bijvoorbeeld ook gebruikt om gebruikers op het Tor-netwerk te de-anonimiseren. Voor Chrome is er volgens Webwereld een plugin die binnenkort ook voor Firefox beschikbaar komt, die telkens willekeurig enkele milliseconden aan je intoetsingen toevoegt, zodat je daarmee dus niet meer te volgen bent, al volgens webwereld.nl dus. Vanavond is weer de lange uitzending om 22:30 via PI3UTR. Met in ieder geval aan het begin de herhaling van alle uitzendingen van de afgelopen week, de korte uitzendingen en Engelstalig nieuws en verder op zijn minst de Oostzee-Rundspruch en de Duitsland-Rundspruch en het vervolg van onze serie over zonnepanelen voor zendamateurs in het Engels. Bij de korte golfcondities waren we gebleven bij de variaties tussen de seizoenen. De hoogste frequentie rond het middaguur wordt doorgaans gereflecteerd op de punten waar de aarde zich in het midden tussen zomer en winter bevindt. Dat is dus in de maanden maart en september. Wat gisteren in mijn verhaal niet helemaal uit de verf kwam, was dat in de zomer de frequenties die gereflecteerd worden rond het middaguur het hoogst zijn. Althans, dat is in het zonnevlekken minimum. In het zonnevlekken maximum zijn het juist de wintermaanden waar de hoogste frequentiebanden nog worden gereflecteerd. Ook met de breedtegraad varieert de propagatie, zoals ik gisteren al zei. Het maakt uit of je dichter bij de pool zit of dichter bij de evenaar. Hoe noordelijker je zit, hoe meer de zon de ionosfeer onder een invalshoek raakt. Dus overdag zul je zien dat er zich rond de evenaar veel meer vrije elektronen bevinden dan aan de polen. In de voorgaande dagen ging het ook over de levensduur van de vrije elektronen. Toen werd gesteld dat die vrije elektronen in de E-laag slechts 20 seconden blijven bestaan voordat ze opnieuw combineren met een ion om er een neutraal atoom of molecuul van te maken. In de F1-laag is dat 1 minuut en in de F2-laag is dat 20 minuten. De oplettende luisteraar heeft misschien gedacht, hoe kan het dan toch dat die F2-laag 's nachts zonder zonlicht gewoon nog steeds bestaat? Die vrije elektronen hadden natuurlijk al lang verdwenen moeten zijn. Nou ja, ja. En nee, hoog in de atmosfeer is de lucht bijzonder ijl en er heersen heel andere omstandigheden dan hier. Het waait in die bovenste lagen bijzonder hard, zodanig dat die vrije elektronen in het door de zon verlichte deel van de aarde binnen 20 minuten van die levensduur van de F2-laag terecht kunnen komen aan de donkere kant van de aarde. En dat is dus wat er op grote schaal gebeurt en waarom er ook aan de donkere kant van de aarde 24 uur per dag een F2-laag aanwezig blijft. Daily Minutes is daily at 1700 UTC on 6005 and 7310 kHz and 5 minutes later on the PI2 NOS repeater system. Next day there are reruns, 800 UTC on 7310 kHz, 830 UTC on PI2 NOS and 1230 UTC on 9560 kHz. Our weekend shows are in English, all other shows are in Dutch. Mail address is deltaxray@xraydeltavictor.mikeecho.com.